Welkom bij Topzijde TV vanaf het WK74 in het Deense Rungsted, even ten noorden van Kopenhagen. We zijn inmiddels 4 dagen gevaren en er gaan 2 Nederlandse teams aan de leiding hier. Bij de mannen zijn dat Sven en Kalle Koster. Bij de vrouw is het kersverse 74 duo Lisa Westerhof en Lopke Berkhout. De dames varen een zeer stabiele serie met een 6e plek gisteren als slechtste resultaat. En ook de mannen doen waar ze voor zijn gekomen en proberen zo min mogelijk punten te morsen in het begin van het evenement. We gaan kijken hoe ze het er vandaag vanaf brengen. We zijn hier vlak voor de start van de mannen Goldfleet. Dat is de start. We kunnen het moeilijk zien, maar Sven en Kalle Koster helemaal rechts in het veld. We gaan naar de bovenboei en kijken hoe ze uitkomen. Bij de bovenboei gaan daar de Fransen als eerste de boei ronden. Gevolgd door de Spanjaarden. Dat betekent niet veel voor het klassement. De Fransen liggen ergens in de middenmoot, evenals de Spanjaarden. We wachten op onze Nederlanders. Dat ziet er op dit moment niet goed uit bij de bovenboei voor onze Nederlanders. Sven en Kalle Koster die in de achterhoede de bovenboei ronden. Ongeveer 20e positie. Hopelijk kunnen ze dat richting de onderboei goed maken. Daar komen de Japanners en de Kroaten die tweede en derde staan in het klassement. Zij vormen de grootste bedreiging voor de Kosters die daar vlak achter zitten. Lijkt erop dat de Kosters heel wat goed hebben kunnen maken in dit voor de windse rak. Leiders van het klassement, mannen 74. Het is moeilijk te zien waar de Kosters precies liggen in de vloot. Maar belangrijk is dat ze vlak bij de Kroaten en de Japanners liggen, hun directe concurrenten. En weer terug bij de bovenboei lijkt er voorin niks veranderd. Nog steeds Fransen en Spanjaarden aan leiding. En de Japanners gaan als 9e om de bovenboei, staan 3e in het klassement. En de Kroaten als 13e om de bovenboei. Hier de Kosters als 15e rond de bovenboei. Dat betekent dat ze in ieder geval wat winst hebben gemaakt op de Kroaten. En daar zien we de Japanners als 8e om de benedenboei komen. En de Kroaten 11e of 12e. De Nederlanders daarachter. Dat betekent dat op dit moment de Kroaten aan de leiding gaan in het klassement. En daar komen Sven en Kalle Koster om de benedenboei. We varen met ze mee naar de finish. En daar gaan de Kosters als ongeveer 15e over de finish. En dat betekent dat ze achterliggen op de Kroaten die hiermee voorlopig aan de leiding gaan in het klassement. De Kosters zullen niet blij zijn. Maar het is nog niet voorbij. Nog 4 races in dit WK. Alles kan nog gebeuren. Sven Koster, zware dag vandaag. Ja, het was een zware dag. 2 moeilijke wedstrijden. We zaten in de eerste wedstrijd zaten we aan de rechterkant van het kruisrak. Dat was de goede kant. En iedereen zat links, dus we kozen voor om halverwege naar links te gaan. Ja, en dat was niet goed. En dat was de 16e plek. Tweede wedstrijd was een hele slechte start. Wel goed teruggevochten naar een 11e plek. Maar 16 en 11 is niet genoeg. Nee, dat wordt heel erg spannend in de kop van het klassement bij de mannen. De Kroaten en de Japanner zitten er heel dichtbij samen met jullie. Ja. Hoe staan we ervoor? Dus zij hebben allebei 49 punten en wij hebben 51 punten. Dus staan er 2 punten achter. Wat wel een positief ding is, is dat de druk nu een beetje weerlegd is van ons al 4 dagen naar hun nu. Dus wij gaan gewoon morgen proberen om ons ding zo goed mogelijk te doen. En daarmee onze kansen te vergroten. Op een medaille en misschien wel de wereldtitel. Maar dat zal toch uitgevochten worden in de middle race. Maar ik kan me voorstellen dat je blij bent dat je de eerste paar dagen stabiel en goed hebt gevaren en geen punten hebt gemorst. Ja, ik denk dat was ook ons focuspunt om het in het begin heel goed te doen, aangezien we normaal in de Goldfleet altijd erg goed zijn. Nu hebben we de wedstrijden met meer wind hebben we wat problemen gehad met de snelheid. Een beetje zitten klooien, maar weet je, dat komt wel goed, denk ik. Dus morgen gaat het nog harder waaien. Ik denk dat dat goed is, maar we zijn denk ik lichter dan de concurrentie. Dus ja, normaal waren we altijd wat zwaarder, nu zijn we lichter. Dus we moeten gewoon mee dealen en ik denk dat we dat hartstikke goed kunnen. Dus vol goede moed naar morgen. Succes en dankjewel. Oké.